Het was gisterenochtend groot nieuws, het grote treinongeluk in voorschoten. Er is één dode te betreuren en zo'n dertig mensen raakten gewond. Er was s'avonds volop aandacht voor in programma's op televisie en ook de talkshow Khalid Sophie had er een lang item over. De presentatie was ditmaal in handen van Khalid Kassem. Khalid zat aan tafel met mensen die ter plaatse waren. Hij stelde nogal sensationele vragen, zoals: Daan, jij bent 112-fotograaf. Jij was heel snel ter plaatse, hè? Als deze fotograaf aangeeft dat het heftig was, vraagt Khalid: de heftigheid zat hem in de aard van het letsel of de ontreddering of de shock van de mensen? Aan een ander: zag je die mensen zo uitstappen of was je daar wat te laat voor? Op een gegeven moment wil Khalid van een gast weten hoe de slachtoffers uit de trein kropen. Ik kan me voorstellen, we zagen net al wat van die paniek. Komen er dan mensen? Want er waren ook best wel wat zwaargewonde mensen, er is één iemand overleden. Kruipen dan mensen die treinstellen uit? Wat zie je als je daar aankomt? En over slachtoffers die naar buurtbewoners liepen, wat mankeerden zij? NPO1-kijkers reageren kritisch. Zo zegt Geronimo, ramptoerisme bij Kalit Sofie. Is dit nieuwsgaring of sensatieuitzending maken? Nadenkend gezicht. Klaas, wat een sensatiezoeker is die Kaliet? Yellow, waarom moet het treinongeval tot in detail besproken worden? Wat is de meerwaarde hiervan? Sensatiebelust? En Joop Kaliet Sophie begint een beetje op Sensatie TV te lijken. In mijn beleving heeft Kaliet in zijn dromen liggen wachten op een ramp van dit kaliber en dat het dan wel zijn beurt was om te presenteren. Angela de Jong is eveneens uiterst kritisch. Op de vragen van deze heigerige talkshow-host wilde ik het antwoord helemaal niet weten, luidt de kop van haar AD-column. Ze schrijft geroerd te zijn door de verhalen van hulpverleners. Veel andere dingen vergeet ik liever zo snel mogelijk. Zoals die ene heigerige talkshow-host die om 7 uur s'avonds maar bleef peuren naar de meest bloederige details. Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige was die het antwoord op die vragen niet wilde horen.